Speciaal voor blinden en slechtzienden werd op zaterdag 27 augustus een tandemtocht georganiseerd. Mensen met een visuele beperking mochten plaatsnemen achter op de fiets en samen met de voorrijder werd een toeristisch tochtje door Schaik en omgeving gemaakt. Staan we hier bij Café de Potter en bij de eerste Schaikse tandem fietstocht. En naast me staat een van de initiatiefnemers, Rien van Mun. Rien, hoe komt dan het idee, jongen? Nou, wij fietsen al heel lang bij Tandemclub Limburg. Daar zijn wij met een man of vijf hier de omgeving lid van. Het Hees, het Os, het Schaik, Hans Verhalen, Riet en ik. En wij rijden dus gemiddeld 5 keer in Limburg per jaar. En dan nog tochten in Zwolle, Apeldoorn en zo verder. En op een gegeven moment werd ons gevraagd of wij ook in dan één van die 5 tochten hier in Schaik wilden organiseren. En daar hebben we toen op een gegeven moment ja op gezegd en vandaag is het zover. Iets over het parcours. Wie heeft het parcours uitgezet en waar rij je allemaal naartoe? Nou, het uitzetten van het parcours heb ik de man van Ontverzet, Wilco van der Schans, dat is een fenomeen erin. Die kan dan ontzettend goed en de route gaat vanaf hier langs de Kleingaardseweg naar Bandan, de Molen en Reek. Dan gaan we de Smitsweg, dan gaan we om de Mijnenschool heen, dan gaan we daar bij de boer over de Missen. Daarna gaan we een paar keer door het bos heen en veel natuurgebieden. Naar de Heijhorst in Zeeland, steken we het op, de Graspeel en zo naar het Oventje. En daarna gaan we dus de pauze houden bij de Heijse Tip in Zeeland. En daar gaan we de straat vinden en dan de Slingerpad helemaal uitfietsen. Naar het bezoekerscentrum Slaapbroek, naar het Loo. Dan steken we over op Paalgraven en dan gaan we daar naar Herpenduin nog een rondje. En dan hebben we in totaal een goede 45 kilometer. Hey, je zei net al, toen jullie club ons verzet, die helpt mee. Ik heb ook begrepen dat de Rotary Club er iets aan bijgedragen heeft. Ja, we hebben ook een geweldige medewerking gehad van de Rotary Club. En natuurlijk, de mannen van Ontverzet zijn onmisbaar. Hè? Voor de begeleiding onderweg nog erbij. Want we hebben wel officiële verkeersregelaars. Officiële, alles is officieel. Hè? Die verkeersregelaars doen ook elk jaar examen. En begeleiding, EHBO. En we hebben hier een volgtractor van Henk Roes uit de Zandstraat. Dus voor in de natuurgebieden kan er altijd erbij. Hè? En de volger, hè? Heb je genoeg volgers? Want ik denk aan mensen die met een visuele beperking, die zijn er natuurlijk wel. Maar je moet ook volgers hebben die daar mee rijden. Ja, die zijn er toch genoeg hoor. We hebben toen ik bekend maakte in februari dat we hier gingen doen, meteen een enkele telefoon gehad van mensen uit Schaik, die dus voorrijden willen fungeren of volgen. En Tandem Club Limburg brengt er een heleboel mee. Ze zijn met de touringcar hier naartoe gekomen. Oké, dus je hebt genoeg vrijwilligers. Nou, in ieder geval, het belooft denk ik een hele mooie tocht te worden. Er is genoeg animo voor en ik wens je vandaag heel veel succes. En dan staan we hier naast de voorzitter van de Limburgse Tandemvereniging. Als ik begrijp, uw naam is? Lau Vosdelle. Meneer Lau Vosdelle, ik heb zojuist begrepen van de plaatselijke vertegenwoordiger hier dat er heel veel deelnemers zijn uit Limburg. Ja, we zijn vandaag met ongeveer 80 man uit Limburg en we zijn met 42 man uit Vught. Nou, dat is erg veel. Hoe komt dat er zoveel mensen uit Limburg komen? Nou, de naam zegt het al, Tandem Club Limburg. En de heer Van Mum en de heer Verharen zijn lid van onze vereniging in Limburg. Die fietsen ook alle tochten mee. En we hadden het dus fijn gevonden voor in Brabant een keer te fietsen. Het is de eerste keer dat Tandem Club Limburg buiten Limburg gaat fietsen. En we hebben hun gevraagd een mooie vertrekplaats, een pauzeplaats te zoeken en een tocht uit te zetten. En zodoende zijn we vandaag in Schaik. Ik hoop dat het weer ook een beetje mee zit, maar is dat afhankelijk, erg afhankelijk het weer? Nee, bij geen enkele tandemtocht is het weer afhankelijk. De tochten moeten altijd doorgaan. U ziet wat voor een omvang het heeft. En ook hier is vanavond een koffietafel. Alles is al voorgezorgd. Dus een tandemtocht gaat altijd door. Zou het extreem worden, zal hij hoogstens ingekort worden. Maar hij wordt nooit afgelast. Nog een laatste vraagje. Ik heb zojuist aan de heer Munk gevraagd van dit is de eerste Schaikse tocht. Ik zeg, komt er misschien nog een vervolg? Nou, hij twijfelde. Nou, dat weet ik niet. We gaan dit vandaag aan. Dat is natuurlijk een hele grote groep. We houden altijd een optie open. Wij zullen na deze tocht de zaak evalueren. En ik zou eigenlijk niet weten waarom dat niet herhaald kan worden. Maar we zullen vandaag even kijken hoe het allemaal loopt. En normaal zijn we met een groep van 70, 80 mensen. Vandaag zijn het er 40, 45 meer. En ja, we zullen kijken hoe het allemaal gaat lopen. Maar ik denk wel dat de optie open blijft staan. Goedemorgen, nogmaals welkom. Ik ben Rien van Mun en samen met Hans Verhaarden de organisatie in handen. Ik wil op eerste plaats even dank zeggen aan de mensen van Tourwielerclub Ontverzet die vandaag ook assisteren tijdens onze tocht. Ja. Daarnaast hebben we nog een geweldige ondersteuning gehad van de Rotary Club hier in Schaikkreek.
Geweldig. Ik wil dan nu graag even het woord geven, het openingswoord geven aan onze burgemeester, mevrouw Willy Doorn. Ja, welkom, dames en heren. Uit het Limburgse vooral, heb ik begrepen. Want het is tenslotte Tandem Club Limburg. Maar gelukkig ook met leden uit Noord-Brabant. En zelfs mensen uit heel Nederland. Want het valt tenslotte onder de landelijke koepel, de NVIT. Ja, fietsen met elkaar. Dat weet iedereen. Dat is gezellig. Dat is leuk. Als kleinkind dan leer je het normaal gesproken. En je gaat ermee door als je ouder wordt. Maar we hebben ook mensen met een beperking, een visuele beperking. Of je ziet slecht of je ziet helemaal niet. Dan is fietsen moeilijk. Want ja, je moet wel weten waar je heen fietst. Dus dan is het erg mooi dat je die tandems hebt. En dat je tandems hebt, maar dat je ook voorrijders hebt die meegaan met jou op de fiets. Om van de natuur en de omgeving, of van een stad, dat kan ook, te genieten. Nou, u bent hier aanwezig in een echt Brabants onderkomen, waar gezelligheid heerst. En dat hoort natuurlijk bij het Brabantse land. En dat hoort ook bij onze gemeente. U gaat vandaag genieten van onze omgeving. Of u ziet het, maar u voelt het en u ruikt het ook. U bent gewoon in Brabant, in onze gemeente Lander te gast. Ik wens u heel veel plezier, gezelligheid en lekker weer toe. Dank u wel. Winkeltjes die moesten hier verdwijnen. De kremmer komt al jaren niet meer rond. Dat is wat we stiekem toch wel missen. Het rompfabriek dat er ooit is stond. Zeeland, blijf maar gerecht zoals je bent. Ik heb gekend met uw kerk en de meulen. Kijk het dek van Zeeland bent.
trots op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort hier, de nacht begint vroeg. De mensen zijn stug en er is maar één kroeg. Als ik naar mijn hotel loop, na een donkere dag, dan voel ik mijn huissleutel diep in mijn zak. En ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Ik mis hier de warmte van een dorpscafé. De aanspraak van mensen met een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles om niets. Was men maar op Brabant zo trots als een Fries. In het zuiden vol zon woon ik samen met jou. Het is daarom dat ik zo van Brabanders hou. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Nou, het zit erop betocht, hè? Hoe was het? Nou, ik moet eerlijk bekennen, het was grandioos. Het was voor mij de eerste keer. En hoe dit georganiseerd is, daar heb ik eigenlijk geen woorden voor. Hoe was het onderweg? Geweldig. Een hele mooie omgeving. En de begeleidster was heel goed. Die was heel goed? Ja, die heeft me goed rondgereden. En nee, ik heb eigenlijk weinig woorden voor hoe dit georganiseerd is. Zo geweldig. En Sjaik, heel erg bedankt dat jullie de gelegenheid hebben gegeven omdat wij dit hebben mogen doen. Heel graag gedaan. Ja, het was voor ons echt geweldig. Jan en Rien, net terug van de tocht. Hoe was het? Ja, het was fantastisch, hè. We hebben enorm geluk gehad met het weer. Ja, natuurlijk een prachtige tocht, hè? Uitgezet door Wilco van der Schans. En ja, het was gewoon geweldig goed, hè. Prachtige pauzeplaats, heistip. Het was enorm goed. Jan, was je ook tevreden? Had Rien een beetje meegefietst trouwens? Ja, nou, dat weet ik niet. Tweede naar de pauze verpijgd was ooit. Had je volgens mij te veel achterover gehad, of niet dan? Nou, hiernaast me staat Wilco van der Schans. Wilco, jij hebt de tocht uitgezet en ik heb alleen maar tevreden geluiden gehoord. Dat is mooi. Dankjewel, daar ben ik blij mee. Ja. Hoe lang ben je mee bezig geweest? Nou, ik heb hem een keer op papier voorbereid. En toen heb ik hem met Christen een keer voorgereden. Naar de hand van de organisatie is wel ervoor gereden. Hebben ze wat aanpassingen gedaan. Het moest wat korter en het moest wat veiliger, et cetera. Nou, toen hebben we nog een keer geprobeerd. En toen was je eigenlijk goed. Dus we hebben in feite maar twee keer voorgereden. Dus je moest eigenlijk wel een beetje rekening houden met de mensen die je nou bij je hebt? Ja, maar het is anders dan met de racefiets. Want dan gaat het met name ook om dat je goede, brede wegen net eigenlijk snel kunt rijden. Maar hier ging het vooral mooi en vooral ook veilig. Dus rotondes, bruggetjes. Viaducten en tunneltjes onder de A50 door. Ja, dat heb ik begrepen, dat was heel leuk. Ja, maar dat denkt er normaal niet bij nou, maar nou wel. Ja, ja, dat heel leuk. Dit is voor een herhaling vatbaar, denk ik? Ja, dit is wel een herhaling vatbaar. Ja, dit is gewoon leuk, gewoon een gezellige dag. Dus, ik denk dat TWC ons verzet een goede bijdrage heeft geleverd. Dat denk ik ook, ja. Daar hebben we een goede beurt gemaakt. Ja. Denk ik zeker. Goed, we zijn op het eindpunt weer en we staan hier naast Jan van Rossum en mevrouw... Bolwerk. Uit Hees, heb ik begrepen. Hees, ja, ja. Klein beetje draaien voor de camera, dan zien ze weer. Oké. Hoe was de tocht? Nou, geweldig. Geweldige voorrijden, mooie tocht, mooi uitgezet, goed georganiseerd. Geweldig. Je bent tevreden? Ik ben zeer tevreden, ja. Is zo'n voorrijder belangrijk? Dat is heel belangrijk. Hij is uw ogen, hè? Dat zijn mijn ogen, ja. Zeker met het fietsen, hè. Tenminste, ja. Vertel je vertrouwen, hè? Vertel jij onderweg ook wat, Jan? Wij vertellen onderweg van alles. Ja.
We hebben het over onze levenswandelen, we hebben het over het werk, we hebben het over de kinderen. We hebben eigenlijk van alles besproken, Addy. Heel ons privéleven ligt op de fiets. Ja. Oei, oei, oei. Het is, het is wat dat betreft heel spontaan zo'n ritje eigenlijk. Want je komt over al dingen komt er tegen en je komt over kinderen te praten, kleinkinderen, over verhuizen, over verbouwen, over huisverkopen. Hebben we het samen nog over gehad. Hè? Ja. Ze willen er huis verkopen en daar staat op dit moment te koop. Ander huis is in aanbouw. Dus alledaagse dingen komen over de tafel. Je moet ook een beetje van de omgeving vertellen, want ik kan ze niet zien. Heb je ook gedaan? Ja, maar Addy komt uit Hees. Maar dat is nog fijn om allemaal te horen, natuurlijk. Ja, we vertellen ook wat we zien. Dat we de Maashorst fietsen, dat we over Herpenduin heen rijden, dat er koeien grazen enzovoorts. Nou, dat wordt allemaal wel verteld, ja. Nou, dat zijn voor ons vakantiedagen. Hey, plank, 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 hoe zag ik die plank? Hey, ja, plank, 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 hoe zag ik die plank? Hij moet een beetje smaller, maar hij is ook al te lang.